Ondanks de niet aflatende stroom berichten over digitalisering en robotisering, evolueert de productiviteitsgroei al verschillende decennia in dalende lijn. Voor alle duidelijkheid, dat is een internationaal fenomeen, dus niet enkel in België. België blijft tot nader order een van de meest productieve landen ter wereld. Maar die voorsprong krimpt, zowel ten opzichte van onze buurlanden als ten opzichte van het gemiddelde in de eurozone. In de laatste jaren zien we dat de productiviteitsgroei in België nagenoeg tot stilstand kwam. En dat is zorgwekkend, want op lange termijn is de productiviteitsgroei nog altijd de belangrijkste bron van economische welvaart. Een aantal factoren liggen voor de hand. Ten eerste hebben we natuurlijk de gebrekkige overheidsinvesteringen. De Belgische overheden investeren zo'n dikke 2% van het bruto binnenlands product. Dat is duidelijk minder dan een aantal decennia geleden. In de jaren 70 was dat bijvoorbeeld nog 5%. Het is ook duidelijk minder dan het gemiddelde van de eurozone en landen als Nederland en Frankrijk die meer dan 3% van het bruto binnenlands product investeren. Ten tweede zien we dat er een gebrekkige en ondermaatse mate is van competitiviteit, concurrentie in de dienstensector. En dat is allicht een verklaring waarom de prijzen in sommige sectoren hoger oplopen en ook minder geïnvesteerd wordt in nieuwe technologieën. Ten derde is er de complexe regelgeving en de zwakke ondernemingsdynamiek. In België zijn er relatief weinig startende ondernemingen, ook relatief weinig ondernemingen die verdwijnen. En die mindere omgevingsdynamiek, ondernemingsdynamiek, die weegt op de zogenaamde creatieve destructie. Daarbij komt nog dat België relatief veel zombiebedrijven telt. Dat zijn bedrijven die meer dan 10 jaar oud zijn en die lage bedrijfswinsten laten noteren en ook zware financiële lasten dragen. Wel, in België zou zo'n 10% van alle ondernemingen kunnen bestempeld worden als zombiebedrijf. Dat is duidelijk meer dan in de ons omringende landen. En last but not least hebben we nog het feit dat de innovatie echt geconcentreerd zit bij de topbedrijven. Zij beschikken over de middelen, de know-how en de schaal om investeringen te doen in onderzoek en ontwikkeling. De KMO-bedrijven die zijn veel minder in staat om in diezelfde mate in te zetten op innovatie. De grote uitdaging naar de toekomst ligt erin om de onzekerheid en de complexiteit die gepaard gaat met die steeds intensere fusie tussen de digitale economie en de fysieke economie, om die beter te beheersen. En het is hier dat politici, beleidsmakers het voortouw kunnen nemen. De overheid kan meer doen op het vlak van overheidsinvesteringen in mobiliteit bijvoorbeeld, maar ook zeker in digitale infrastructuur. Bijvoorbeeld in dat opzicht is het absoluut belangrijk dat we de trein naar de vijfde generatie van mobiel internet niet missen. En verder lijkt het evident om meer in te zetten op ondernemerschap door een minder complex, eenvoudiger regelgevend kader uit te werken, stabiel ook, zodat het voor ondernemingen makkelijker wordt om in te zetten op onderzoek en ontwikkeling en ook levenslang leren. En met dat laatste komen we natuurlijk op het belang van onderwijs uit. Daar staat of valt op termijn alles mee. Internationale vergelijkingen suggereren in elk geval dat ons land nog veel progressie kan boeken op het vlak van kritisch denken, probleem- en domeinoverschrijdende oplossingen bedenken. En verder moet er ook absoluut ingezet worden op meer exacte vakken en technologie.